Iconisch en zo. Is toch wel extern van buiten wat intern op me aanslaat. En me ook gewoon aangedaan wordt door anderen. Door technologieën of door hekserij. En dat jarenlang hebben kunnen verstoppen. Waardoor ze dus konden doen alsof het niet extern was, maar intern bij mij aan het gebeuren is. Nou, ik zie gewoon wat voor hekserij het nu is. Wat voor spelwerk het is. Met astral travel en inception en iemands vibratie laag brengen, iemand bang maken. Waardoor je gewoon makkelijk aangevallen kan worden ook. Iemand ziek willen hebben. Dan ben je gewoon een makkelijk doelwit ook. En dan voor de wolven gooien, tussen die hyena's gooien, tussen wilde honden. Gewoon in gevaar brengen. Mensen die zelfs geld aan het uitgeven zijn. Niet alleen om zo'n andere soort van af te betalen of erbij te betrekken of dat ze iets smerigs kunnen doen. Het gaat verder als dat. Weg kunnen zien hoor, wie niet naast me kon staan. Wie niet mijn rug kon dekken, wie niet voor me kon staan, me de bescherming bieden. En dat met alles wat er afspeelde, deze 3 jaar het steeds bonter werd. Ook niemand uiteindelijk tot mij kwam. En niemand voor mij aan het spreken was, aankaarten wat er echt gebeurde. Waarbij een heleboel toch wel. De kans daartoe wel gekregen heb, maar gewoon bepaalde testen gewoon gefaald is. Genoeg kansen om voor het goede te kiezen, waarbij het slechte willen blijven haken. Mensen die gewoon niet willen helen, ook mensen die niet op zoek zijn naar vergeving. Want zonder ziel heb je ook gewoon geen geweten. Er gaan misschien sensaties door hun heen. Maar het is niet dat ze ergens iets van kunnen voelen of zo. Ze hebben ook geen schaamtes of schuldgevoelens. Ze zijn alleen maar bang dat ze opgepakt worden, de gevangenis ingaan. En zijn al lang al zichzelf aan het voorbereiden, weten dat ze naar de hel toe gaan ook. Mensen willen dan met mij psychologische spelletjes spelen, maar ik heb altijd wel een beetje mezelf de therapeut of bijna monnik, priester. Want zo met twee opa's en twee oma's gaat het toch wel vierkant op. Dus het sjamaan gaat zelfs twee kanten op. Ja, blijkbaar dus ook iets satanisch of luciferiaans. Maar elk kind is een kind van God. Je hoeft er alleen maar voor te kiezen. Te kiezen waar jij voor staat. Je hebt nou eenmaal de wilskracht. En tegelijkertijd heb ik de opvoeding ook nooit gekregen, want ik ben er niet in opgevoed. Zoals anderen binnen de familie en zo. Ik werd als zwart schaap weten dat ik een golden child ben. Zodat ze me konden uitbuiten. En de erfenis konden stelen. Gematerialiseerd in het spirituele. En al heel snel zag ik de New Age, gewoon de psychologie van hen.
Maar ik weet ook dat de spirituele wereld een echt iets is. En dat de dromen... zo niet een of andere zogenaamde fantasiewereld of zo. En hoe meer controle ik begin te krijgen, hoe meer ik weet dat ik de baas ben. Ik ga niemand baas zijn en niemand de controle over mij hebben. Ben ik zelf beslissingen aan het maken en het is op een autoriteit, ik moet mezelf alles leren. Maar ik ben dan degene die mezelf in de vingers snijdt. Ik ben degene dan, waardoor de tijd roving is. En dan ga ik anderen niet meer sturing laten geven ofzo. Ik ben mezelf aan het afleiden. Maar zo, soefisme. En ik ben in een heel breed spectrum gekomen. Zo met het mediteren. Het zoroastrisme ben ik in een heel breed spectrum gekomen. En ben ik de Bijbel, de Koran of de Tenek, ben ik daarin ook niet tekort aan het doen. Is gewoon nog meer kennis. Ja, de Gnostics kan ik zelfs dingen in meenemen. Al welke meer, toch wel theosofie bij wijze van spreken. Want ik wil dingen niet materialiseren, maar ik wil spiritualiseren. Het maakt mij niet uit of mensen het priester, medium of shaman willen noemen. Het gaat er gewoon om dat ik naar de spiritwereld toe kan en de spirits kan zien. En zo ook wel een beetje kan zien wie er een ziel heeft. En of ze er zelf afstand van gedaan hebben of hem nooit ontwikkeld hebben. Zelf wel... intuïtie gebruiken wie er met een masker aan het oplopen is. En mensen vonden het grappig, dochter van de duivel. Maar ja, dat is waar mijn ziel elke keer heen gaat, toch? De onderwereld. En zoon van God. Want dat is waar mijn spirit toch elke keer heen gaat. Ik kan in ieder geval een beetje... de astrale werelden zo inkleuren, onderscheid maken. Een beetje een beeld hebben. Of een beetje hoe ik het model geef. Niet eens van de aarde, nee. Gewoon van het universum waar we in leven. En ik alleen nog maar mijn eigen plekje hoef te vinden. Maar je eigen plekje vinden... daar zou je zomaar wel eens je hele leven mee bezig kunnen zijn. En net als dat je nooit uitgeleerd bent, is er ook gewoon altijd onderzoek te doen. En doet fictief. Dat doet misschien een stukje meer als de realiteit of zo. Maar de waarheid is een stuk gekker. Als het fictieve. En kleur de rest zich vanzelf wel in. En het is niet alleen maar zwart-wit. En dan alles grijs maken. Nee, ben steeds meer kleur aan het maken. Het spectrum is in elk opzicht. In elke vorm is het breder aan het worden. Dat ik alles gewoon zie als expansie. En niet van plan ben met de rest mee te gaan door een of andere consciousness reversal heen ofzo. Ja, een tijdje ook zo alles aangekaart heb wat er qua copycat en alles bezig is en plagiaat. En het wel duidelijk is dat politie bij de smerigheid hoort. Of het in ieder geval allemaal toelaat omdat ze dingen ook moeten verstoppen. En mij dus gewoon laten stikken. Met alles wat er gestolen wordt en aan fraude bezig is geweest. 30 wetten die overtreden mogen worden. Ik geen bestaansrecht, geen mensen en burgerrechten hebben die beschermd worden. En zo in het alles.
het slachtoffer van dit alles. Tenminste, hun zien mij als slachtoffer. Daarbij zijn hun dus ook daders. Ook geen bescherming in krijgen. Dus ja, dat hoeven we allemaal niet meer aan te kaarten. Daar hoeven we ook allemaal niet meer mee bezig te zijn. Mensen gebruiken maar lekker de trefwoorden om met hun ChatGPT mee bezig te zijn. En, ja, zodat ze weer voorleeswerk hebben. En dan gaan ze maar lekker plaatjes erop zoeken. Of andere YouTubers die een video hebben gemaakt om met dezelfde onderwerpen bezig te zijn. En dan kleuren hun het maar lekker heel erg slecht in. Uiteindelijk zijn ze toch wel alleen maar aan het bijschaven in hun achteruit om dingen weer te veranderen. Om toch weer in mijn realiteit te leven. Maar ze zijn mij niet. Ze gaan niet door de initiations heen waar ik doorheen ga. En hun hebben toch allemaal een hemelticket weggegooid. En ze willen niet geholpen worden. Ze willen ook geen genade. Dus hun zijn hunzelf aan het vervloeken. En als het nodig is, vervloek ik ze wel extraatjes erbovenop. En die het verdienen, die verdienen het gewoon. En die niet te redden zijn, zijn toch niet te redden. Voor mij hoeven ze geen gevangenissen bij te bouwen. Voor die 20.000 die in Nederland toch echt wel de straf verdienen. De 1000 om mij heen, waarvan er 100 echt zware daders zijn, die mogen gewoon allemaal sterven. Ik zal het niet vieren, maar ik zal ze ook niet missen en geen traantje voor ze laten. Wat dat betreft, maar God zal ze niet vergeven, dus waarom zal ik ze vergeven? Ik ben geen Jezus of zo. Zelfs al zou dat in mijn ziel zitten, mag het in mijn onderbewustzijn mogen die dingen plaats krijgen, maar niet in mijn bewustzijn. Ik kan met mijn bewustzijn dingen aantappen uit mijn onderbewustzijn. Ik kan mijn geest, mijn spirit, wat in het lichaam zit, kan ik gebruiken om ook de ziel naar binnen toe te trekken. Ben ik in ieder geval één. En hun 1/3. Nou, succes. Weet ik in ieder geval dat ik niet te vergelijken ben met alles wat in competitie wil. Dat ik niet zoals hun wil zijn. Niet van plan om met ze te resoneren en er gaan geen synchronisaties gevonden worden ook. Dat betreft zijn ook gewoon een heleboel zielsconnecties. Die zijn niet meer. Soulmate is niet meer. Twin flames is niet meer. En wat dat betreft maken we gewoon alles nieuw. En dan lopen we maar lekker achteruit. Gaan hun maar lekker achteruit. Nee, ik wil alleen maar vooruitgang en toekomstgericht. En zeker de racisten, die hoef ik niet op mijn pad. Alles met de kleurtje wat zich heb aangesloten bij de racisten. Die hebben echt gewoon hunzelf weggegooid. En zeker als alles wat er met mij gebeurd is, algemene kennis voor alles en iedereen gaat zijn en iedereen gaat zien dat hun erbij betrokken waren. Ik heb alleen maar mezelf tekort gedaan en voor schut gezet of voor schande gezet. Dus ja, ik maak wel gewoon alles nieuw. En de laatste druppel, als het genoeg is, dan zullen we zelf moeten straffen ofzo. Als justitie het niet doet,
Als er geen rechten zijn, dan zijn er in ieder geval gelijke rechten. Echt, mensen gaan maar lekker voor de spiegel blijven, hunzelf voor de gek houden, een of andere cello hello. Maar wij gaan ze niet meer voor de gek houden. Mensen hebben geen hart, en ze leven niet met liefde. En alles wat ongelovig is, wat moet ik daarmee? Dus mensen horen in de gevangenis, maar ze gaan naar hel. En het is niet zomaar manipuleren of scammen. Het is niet zomaar criminaliteit dit. Het alles is over de top gegaan. Want die mensen die zijn wat dat betreft grenzeloos. Binnen alle duister en smerigheid. Wat dat betreft hoef ik niks meer te bewijzen. Een heleboel mensen die weten wat er afspeelt. Daarmee zijn ze allemaal betrokken en guilty by association. Dan gaan ze vanzelf wel allemaal een karma krijgen ook. En anders is het alleen maar omdat ze beschermd worden door de duivel, door cultgedrag en machtpositie en corruptie binnen de rechtsstaat. En dat niemand zich geroepen voelt en alles maar door de vingers aan het zien is, dingen niet wil horen en aan het zwijgen, zijn ze alleen maar hunzelf mee tekort aan het doen. En dan gaan we zelf wel realisaties kopen of wetend wat ik moet gaan doen. En dan gaan we meteen over tot actie. Meteen. Wanneer alles tot mis, is isolatie ook gewoon klaar. Nou, ik heb gezien hoeveel mensen het echt lekker vinden en leuk vinden om met de demonische energieën bezig te zijn. Zich allemaal veilig wanen bij de smerigheid, maar wel kunnen doen alsof ze met God en met Jezus zijn. Gewoon heksen in de kerk. Sommigen zich echt achter een geloof aan het schuilen zijn, terwijl ze het niet eens geloven. Dus bij hun komt de wijn niet, komen de wonderen niet, komen de blessings niet. Het is gewoon de duivel die ze beloont. En de God werkt via de mensen, dus het zijn mensen die elkaar aan het belonen zijn. Gaan we zelf wel een straf krijgen. Het is gewoon één groot evil zooitje. Voel je maar lekker daarop.